Een man met dementie woont thuis met zijn vrouw. Hij wil niet naar dagbesteding. Dat is wel een probleem, want dat zou mevrouw flink ontlasten. Nu heeft mevrouw bedacht met de chauffeur van het busje dat hem komt halen, dat gezegd gaat worden tegen deze man: we gaan de kinderen opzoeken. En dat leidt ertoe dat hij wel instapt. Anders zou hij niet doen. Dat is dus een leugentje om best willen of een smoesje, hoe je het noemen wil. Is dat nou toegestaan? En is dat een situatie die dan volgend jaar niet mag, of wel mag, of onder de wet valt? En als het nou mevrouw ontlast thuis, dan is er misschien meer grond om te zeggen: dan mag het. Dan heeft het een positief effect. Maar als het verzet van meneer zou blijven, ook tijdens de rit naar dagbesteding en ook bij dagbesteding, dan, dan is het denk ik geen goed idee. Dan zou het ook niet mogen. Maar als ik hem nou zou vergelijken met andere situaties waarin we ook eigenlijk een klein beetje verdoezelen of voor de gek houden. Gecamoufleerd toedienen medicatie bijvoorbeeld is wel wat anders. Maar de meneer met dementie zou dan niet weten dat er in de yoghurt een pilletje is verstopt. En een andere vorm van, een beetje voor de gek houden, tussen haakjes, vind ik uh, wat ik laatst tegenkwam: een, een verpleeghuis modern gebouwd. Niet zo'n oude met een trap naar beneden met centrale voordeur, maar er was een voordeur gecamoufleerd met een grote poster. een soort jungle met vogelgeluidjes. Het was wel leuk, maar heel groot. En daar zat dus de voordeur in. Ik zag hem zelf amper. En de mensen konden dus ook niet aan de deur rammelen. Maar tegelijk dacht ik, we houden ze ook een beetje voor de gek. Dus de vraag is eigenlijk, deze drie situaties, dat leugentje om best wel bij het instappen, vind ik ethisch, nou ja, ook wel een beetje juridisch. Gekamoufleerd toen in de medicatie, dan zit je al meer in de wet zorg en drank trouwens. En ook zo'n poster, dus je zegt, dat vind ik verschillende situaties, dat kan hoor, daar kunnen we nader over praten, maar... Ik denk dat het in de geest van de wet, hè, want in die wet zorg en dwang hebben we het immers over onverwillige zorg en dat er verzet is en dat het ernstig nadeel oplevert. Dat stappenplan is dus om situaties te borgen en erop te letten dat we het niet te vaak doen en dat we alles op alles zetten om het eruit te halen. Ik zou denken: gebruik het stappenplan hier nou ook om om de zoveel maanden te kijken. Kunnen we het niet anders doen? Probeer nou ook transparant te kijken of misschien dat mevrouw instapt en dat het dan wel lukt. Dat meneer dan wel meegaat of zoiets, dat is denk ik de oplossing. Ook in de geest van de wet, dat je regelmatig kijkt of het nog wel zo moet of anders kan. Voor deze casus.